Goedemorgen. Ik ben net wakker bij een oude Wolfie. Langs de 6 van Heilbronn naar Neurenberg. Dus we gaan vandaag eens naar Verona toe. Even de Brenner over. Dus ga ik eens even een beetje filmen, joh. Blijf leuk. Het is ook wel even 9. Dus ja, bijna de parking is al leeg. Kreuz Neurenberg Zuid, gaan we de 73 op. Klein stukje en dan de 9 op richting München. Autobaan draaijek Neurenberg Veugt. Hier draaien we de 9 weer op richting München. Zo. Autobaan 9 richting München. Klein klimmetje omhoog hier. Dat is een grote golf. Kijk eens dat hij stilstaat. Oh. Zo zijn klepjes dat ook. Hoppatee. We zitten hier bij Ingolstad. Hier op de, als je hier eraf gaat, heb je de Audi fabriek. Hier net voor München. 12 kilometer, dan draaien we de ring op. Dan draaien we zo de 99 op de ring München. Dan gaan we even over en dan gaan we de 8 op. Richting Rosenheim, Innsbruck, Innsbruck leggen in Oostenrijk. Ja, mag niet klagen. Het is 11:15. Ja. Nu toch geen files, niks. We kunnen lekker doorhobbelen. Oh jee, stookervaring. Nou, we moeten niet uitroepen dat het lekker loopt. Hè? Kijk. Er zit een bouwstelletje zitten ergens of zo. Ja, rechts staat het helemaal stil. Bouwstelletje van 4 kilometer. Nou, zou ik eens stil gaan staan, dan schiet het ook niet op. Aan de andere kant ook druk zat voor diezelfde bouwstellen natuurlijk. Deze kant is wat drukker dan aan mijn kant was. Maar goed, we hebben geen spanning in, maar ja, om nou zomaar stil te gaan staan op snelweg. Niet helemaal te bedoelen. Hier draaien we de 8 op aan de zuidkant van München. Salzburg in druk. We gaan hier rechtsaf de 93 op, richting de Brenner, richting Innsbruck. Grensovergang Kieversvelde, we rijden nu Oostenrijk in. Even grenscontroletje hier zo. Vrachthuis rechts aanhouden. Komt
controle plaats bij Wurgel. Hij was open. Toen ik aankwam, gingen net de borden dicht. Dus, even mooi rechtdoor. Zo, een pauzetje maken. Zit dan 4:23. Een paar boterhammetjes smeren. Pauze erop, boterhammetjes gegeten. Zo, dan gaan we nou naar de Brenner. Nou, net voor Innsbruck. Zo, dan gaan we de Europabrug over. De Brenner over, en dan zo Italië. Even over een stationnetje heen hier. Op. Weinig sneeuw. Het is 14 graden. Dat is niet heel best hoor. Tunneltje bij Innsbruck. Rechtdoor naar de Brenner. Hier rechtsaf richting Bregenz. We gaan hier de Europabrug omhoog. Tenminste, we gaan zo over de brug heen. Europabrug, kijk daar rechts. Dan zien we hem. Een stukje zo, hè. Aardig klimmetje omhoog. Tirol. Zo hier de betaling van die brug. Rechts een bandje aan houden. Zo. Nou, dan gaan we naar de Brenner omhoog. Kijk, een klein beetje sneeuw daar op de berg. Normaal legt het helemaal dicht. Erg weinig sneeuw, jongens. Het is nou 8 graden hier zo. Kijk, sneeuwkanon. Ja, een paar wijn. Oh, er komt er wel eentje naar beneden daar. Dat is niet te zien, denk ik, op de film.
best klimmetje zo omhoog. We rijden 53. Ah, wel fantastisch. Fantastisch uitzicht zo. Beetje laag hangende bewolking. Plas Norslag. Hoi. Niet de bedoeling. Nou, asje omhoog. Ja, zo kennen we het allemaal. Hè. Nog 7 kilometer naar de grens. Een stukje dit zijn, tussen die bergkammen door. Prachtig. De Oostenrijkse kant. Zo de tunnel door. Dan zijn we aan de Italiaanse kant. En we zijn in Italië. Maar 60 naar beneden. Ja, hier, kijk, dat is een skilift hier zo. Ik weet niet of het te zien is, maar... Hij gaat nu onder de auto, over de auto heen. De peage bij Vipiteno.
Afslag Klauzen. Hier onderaan zijn Brunerhof. Restaurant. Trento. Zit inmiddels een kilometer of 20 voor Affie. Dan gaan we er ook af. Affie. En dan gaan we zo langs het Gardameer naar beneden toe. En dan komen we zo bij Scoglio. Dan gaan we daar eten en douchen. En dan morgenochtend gaan we weer daar vandaan. Is nog een goed half uurtje naar de klant. Onder Verona. Dus helemaal goed. Alfred Affie, Lago di Garda. Pachira. Kijk eens, het is al druk zat. Hier aan de linkerkant is het. Oh, kijk eens, kijk eens. Hop. Mooi plekje, in het hoekje, langs het muurtje, helemaal goed. Nou, fijne avond en tot morgen. Ik zou zeggen, een hele goede morgen. We rijden net weg. Hele leuke, gezellige avond gehad gisteren. Met z'n vijf Hollanders waren we. Dat was hartstikke leuk. Dus nu is het weer tijd om wat te gaan doen, hè? Nou jongens, het is ineens een klein wereldje. Zo zit er lekker in het zonnetje. Ik beloof misschien wel een mooie dag te worden. Een beetje mist. Oh, hier hebben we een beetje een filetje. Zo de SR62 op richting Mantova. We zitten nu op de parallelbaan. Hier links is de A4. Die loopt van Milaan naar Venetië. We zitten op de parallelbaan. Wij gaan over een kilometer of 5-6 gaan wij eraf. En dan een beetje naar het zuiden toe, zeg maar. Dus het is nu nog 25 kilometer naar de klant. Hier eraf richting Rovigo. Kilometer, dan zijn we bij de klant, maar zo zien we nog niks van de omgeving op deze manier. Een beetje mistig.
Zo, nou. Rechtsaf. Ja, hier aan de linkerkant is het. Zo, ingewogen. Daar aan de rechtse kant waar die man staat, dat is de aansluiting. Dus dan gaan we hem even achteruit bijzetten. Er kent een slangetje ertussen. Zo, nou, we staan te lossen. Eens even kijken. We lossen hier met een pomp. Wel mijn eigen slang ertussen. Boven het dekseltje open. Dan krijgt hij geen lucht, hè, met de pomp. Dan trekt hij vacuüm. Alles open, netjes emmetje eronder. Dat zo bij die man het denken. Maar ja, het pompje loopt niet zo hard. Dus dat duurt al even 2,5 uur. Ja goed, het is niet anders. We hebben er mooi weer bij.